Kijk, hier kan het ook wat bij. Dragan heeft het er maar druk mee, deze emmers met corona-afval wegbrengen. Door alle wegwerpkleding in het ziekenhuis hoopt het afval zich op. Normaal gesproken is het van de 25 bakken per dag. En nu ga ik het ruim over de 100 heen. Het is gewoon echt heel veel. En daarom komen we ook regelmatig hier even langs. En een keer op 3, 4. En dan anders als je dat één keer per dag doet, dan is het hier gewoon bomvol. En dat wil je ook niet hebben. Dus we komen regelmatig gewoon langs corona-afdelingen, langs IC, langs spoedhuis en hulp. En dan kijken we wel wat we treffen. Het is heel belangrijk dat niemand hier nog mee in aanraking komt. We weten niet of het infectieus is. Daarom gaat er een speciaal deksel op, dat zie je hier. Dat moet op een speciale manier worden vastgeklikt en dat gaat er nooit meer af. Stel dat dit vat terechtkomt in bijvoorbeeld een ongeluk met een vrachtwagen en het zou op de snelweg liggen, dan nog blijft dat deksel erop zitten. Dit zijn speciale gekeurde vaten. Die vaten moeten worden opgehaald, maar er moeten ook lege vaten worden neergezet op de afdeling. En we hebben een klein team, dus zij moeten eigenlijk meer werk verrichten op het moment. Even kijken wat ik het heb. En ze lopen zoveel rondes dat ze nu stappentellers meenemen en horloges die het aantal kilometers registreren. En ze lopen ongeveer 22 kilometer per dag, dus een halve marathon. Je weet wel waarvoor je doet. Dus dat is, het is gewoon hartstikke leuk. Ondanks dat het gewoon heel veel extra werk is, dan doen we dat heel graag voor ons zorgpersoneel.